Welkom iedereen weer, nieuwe Guessing Game. Vorige keer was het Digimon, vandaag is het Yu-Gi-Oh! En omdat Harm geen verstand heeft van Yu-Gi-Oh! Heb ik weer Nando uit het pensioen gehaald. Ik heb ook niet zoveel verstand, maar ja, ik vond het een leuk idee, dus ik wil best wel meedoen. Ja, en was het één grote plooi zodat Nando eindelijk dat vriendschapsverzoek kon accepteren. Ja. Wat sinds Ora zo open stond. Dus het komt mooi uit. Nee. Hoe we het gaan doen. In deze is als dat volgt. Ik geef Nando vier namen. Hij moet de neppen eruit raden. Want ik kan Nando wel een afbeelding geven van Yu-Gi-Oh! Kaart. En ik kan laten zeggen. Hier heb je vier opties. Raad de naam. Dat is... Ja, dat is misschien iets te makkelijk. Nou, iets te makkelijk. Volgens mij iets te moeilijk. Als jou een DDD kaart geeft met vier verschillende namen. Ga jij de persoon niet raden? Ja, dan kijk ik wat zou er overheen komen. Hè? Dat is nu ook gedeeltelijk van mijn werk, profileren. Dus, Ja. Nou, maar goed. Net zoals met Digimon heb ik iets, beginning met 5, die een beetje kan associëren met Nando. Dus we beginnen met een paar archetype kaarten. Oh god. Nou, Nando, welk archetype zou ik denk ik aan jou koppelen? Blackwing en iets met water. Ik ga voor optie 3. Welkom bij de Ojama's. Oh ja, dat heb ik ook wel één keer geprobeerd inderdaad. Dus dat was een succes. De eerste set, ja, dat is precies de reden waarom ik deze koos. De eerste set is Ojama Green, ja. Ojama Black, ja. Ojama Lime, Ojama Blue. Oké, deze hoef je niet eens te sturen, maar je hebt hem al gestuurd op tekst. Ik moet een foute antwoord hebben, hè? Ja. Ja, Ojama Lime. Helemaal goed. Hoi. Ja. Oorspronkelijk zat ik zo van Ojama Indigo. Maar Paddy zei van doe Ojama Lime, maar dat is wat meer meme-achtiger. Fair enough. Ah, Paddy heeft je geholpen met de quiz, vet. Ik heb met één geholpen, de rest heb ik allemaal zelf gedaan. Oké. Paddy kon een paar raden, Sander kon niks raden. Arme Sandering. Ja, ach. Volgende. Ojama Knight, Ojama Clown, Ojama Emperor, Ojama King. Die is iets lastiger. Ik denk Ojama Clown. Jij denkt Ojama Clown? Ja. Die lok je in? Ik lok hem in. Okay. Ja, ik lok hem in. Het is inderdaad Ojama Clown. Hey. Ojama Emperor was een linkkaart die een paar jaar geleden is gemaakt. Oké, ja, want Knight en King kan ik me nog wel herinneren, maar Emperor is nee, niet zeker. Nee, klopt. Ze zit heel veel legacy support in na verloop van tijd. Ja, true. Dan hebben we de volgende. Ojama Match, Ojama Muscle, Ojama Manic, Ojama Salation. Deze is nog moeilijker. Ik weet zeker dat Ojama Muscle, dat een kaart is. Mm-hmm. Ik voel dat Ojama Maniac, dat ook misschien. Dus ik twijfel tussen Ojama Match en Ojama Massalation. Ik ga dan denk ik toch voor Ojama Massalation. Ojama Massalation? Ja. Dit ook in? Ja. Was fout, was Ojama Manic. Jawel. Oh. Nou ja, the more you know. Ik heb nog nooit van... Maar dit is dan nieuwe support of zo. Ja, Ojama Match en Ojama Massalation. Het is een mooi woord van Scrabble, hè? Ja, Simulation is combinaties met Armored Dragon en met XYC spul. Oké. Oh. Omdat het chesskaarten waren en daarom hebben ze er support aan gegeven. Dus ze hebben na verloop van tijd flink uitgebreid. Blijkbaar dus. Oké, vet. Dan heb ik de volgende. Ojama Country, Ojama Diorama, Ojama Pyjama of Ojama Magic. En dit is precies de reden waarom Ojama Manic jou aan te kloten was. Omdat Ojama Magic lijkt er wel aardig op. Ja, Ojama Magic is echt een kaart. Dat weet ik zeker. Country ook. Mm. En dan heb je nog Diorama en Pyjama. Ja. Oké, vreemd genoeg heb ik echt het gevoel dat Pyjama een echte kaart is. Dus ik ga voor Diorama. Ja, klopt. Pyjama is een echte kaart, dus Diorama was de neppe. Ja, nice. Ik had het moeilijker moeten maken.
Nou, ik heb er maar 4 kunnen vinden voor Ojama in plaats van 5. Want ik dacht van, oh, er zijn gigantisch veel Ojama kaarten. Viel te vies tegen. Gee. Dus ik heb andere moeten pakken die een beetje bij jou past. Dus we gaan naar de Elemental Heroes. Oh god, dat heb ik ook gebruikt inderdaad. Ja. Ik heb voor jou Elemental Hero Flash, Elemental Hero Brightstar, Elemental Hero Prisma en Elemental Hero Voltic. Oh, nou ja, ik weet 100% zeker dat Prisma een kaart is, want die heb ik. Mm-hmm. Ik voel dat vol. Nou ja, Voltic is denk ik ook wel een kaart. Mm-hmm. Dan heb je nog Flash en Brightstar over. Ja. Ja, echt puur natte vingerwerk. Ik denk dat Brightstar niet een kaart is. Ja, ja, doe maar. Ja, klopt. Brightstar is een neppe kaart. Oh, nice. Het ding is, je zou denken van, er zijn heel veel Elemental Hero kaarten van sommige types. Van Light zijn er maar een paar. En er is een Elemental Hero en die heet Dark Bright. Weet je wat? Ik voel wat Dark Bright. Ik probeer iets te maken met Dark Bright. Nou, Brightstar van gemaakt. En dat werkte. Nice. Ik ga heel snel even Flash en Voltic opzoeken. Zijn manga kaart. Oh ja, ze zien er redelijk wel vet uit. Ja. Ik denk dat ik Voltic vetter vind, maar oké. Okay. Mm-hmm. Dan heb ik de volgende voor je. Ja. Dit zijn geen Elemental Heroes, dit zijn Evil Heroes. Oh, daar ben ik weinig van. Ik heb voor jou Evil Hero Malicious Shade, Evil Hero Malicious Fiend, Evil Hero Malicious Bane en Evil Hero Malicious Edge. Malicious Edge is sowieso een kaart. Mm-hmm. En dan zit ik weer met 3 waar ik het gewoon echt niet van weet. Ja. Mm-hmm. Ergens voel ik dat Shade en Bane wel, maar Fiend kan ook. Oké, weer natte vingerwerk, hè? Mijn eerste gedachtekeuze is Fiend. Mm-hmm. Maar ik ga voor mijn tweede keuze en dat is Bane. Ik ga voor Bane. Ik lok Bane in. Jij lokt Bane in? Ja. Had je voor je derde keuze moeten gaan, dat is Shade. Shade is de verkeerde, is de fouten. Oh, ik had wel het gevoel dat Shade wel echt een kaart zou kunnen zijn. Nope. Oké, nou ja, dat is 2 fout op dit moment. Maar volgens mij gaat het wel redelijk. Jij gaat een stuk beter dan Harm. Maar ja, hier moet je gewoon een neppe uitkiezen. En Harm had 1 op de 4 kans. Jij hebt ook 1 op de 4 kans. Maar ja, als jij eentje herkent, dan wordt 1 op 3. En dan wordt er heel snel 1 op 2. Ja, precies. Oké, dan heb ik de volgende. Je hebt hem zelf niet vaak gebruikt, maar je kent hem wel. Red Dragon Archfiend. Ah, fuck die kaart. Ja, daar zijn een paar varianten van. Dus ik denk van, weet je wat, we pakken een paar varianten. Oh, god. Je hebt Scarlight Red Dragon Archfiend. Kaiser Red Dragon Archfiend. Tyrant Red Dragon Archfiend. En Hot Red Dragon Archfiend. Voor mijn gevoel zijn Tyrant en Hot wel echt een kaart. Volgens mij Hot, weet ik zeker. Tyrant twijfel ik over, maar ik geef het benefit of the doubt. Scarlight Red lijkt me... Nee, ik denk dat Scarlight Red niet echt is. Ik denk Kaiser, dat zou nog wel kunnen. Dus ik ga voor Scarlight. Ja, die lok je in? Ja. Het was Kaiser. Ah, fuck. Ik wist dat het Tyrant was, dus ja, je merkt dat soms probeer ik de naam een beetje met elkaar te houden. Ja. Nou ja, ik dacht echt dat Kaiser wel eentje kon zijn, maar ja. Goed. Nou, volgende. Nou, dit wordt een hele moeilijke voor mij om uit te spreken, maar we gaan het merken. Blackwing. Decay the Eowind. Blackwing Gale the Whirlwind. Blackwing Ghibli the Searing Wind. En Blackwing Khamseen the Dusted Wind. Volgens mij zijn de eerste 2 zijn wel echte kaarten. Gale sowieso. Die heb ik zo vaak gebruikt. Mm-hmm. En ik denk dat of Ghibli of Khamseen een van de nieuwere Blackwing kaarten is. Mm-hmm. Ik ga voor Khamseen the Dusted Wind. Ja, Khamseen, die lok je in? Ja, ja. Dan had ik hem toch moeilijker moeten maken, want het is inderdaad Khamseen. Yes!
De sering, dat leek me wel echt een Black Wing kaart. De K en Gil is van echt de old school, dus ja. dat kan ik me wel herinneren. Mm-hmm. Dan heb ik een volgende voor je. Dat is niet volgens mij een deck wat je hebt gebruikt, maar wat ik wel heb gebruikt. Lightsworn. Dus dan heb ik Minerva de Lightsworn Athena. Minerva Lightsworn Maiden. Minerva de Exalted Lightsworn. En Minerva de Lightsworn Aegis. Ik denk sowieso de Exalted Lightsworn, dat is hem sowieso denk ik niet. En Jordi nu be like, haha. ik twijfel tussen Maiden en Aegis. Maar ik ga denk ik toch voor Maiden. Je gaat voor Maiden? Of wacht, nee, je moet raden welke niet goed is, toch? Of, niet yeah. goed is, wat is de neppe? Heb je zoveel Minerva-kaarten? Je hebt zoveel Minerva-kaarten. What the fuck, maat. Dan ga ik toch voor Athena. Ik denk dat dat niet een echte kaart is. Athena? Of nee, ik ben echt dom. Nee, wacht, ik ben echt dom. Ik ga voor de Exalted Lightsworn. Ja, deze lok ik echt in. Die lok je in? Ja. Nou ja, toch bij Intuitie moeten blijven, want het is Aegis. Dat is de neppe. Oh, nou dat leek me wel echt een Minerva kaart. Er zit een Synchro tussen, er zit een Xyz tussen en er zijn aardig wat Minerva kaarten. Ik wist niet eens dat Lightsworn Xyz Support en Beyond had. Ja, het is flink verder. Er komt ook binnenkort eentje uit en dat is een Fusion of een Synchro van Judgment en Punishment Dragon. Dus Legacy Support gaat nog steeds door. Oké, ik weet niet of je deze kent, maar als ik het woord zeg Skull Servant, triggert er volgens mij iets met PTSD. Oh nee. Dus wat ik heb is White Prince, White King, White Princess en White Mare. Goeie. Ja, deze week echt totaal niet. Dit is gewoon puur wilde gok. Ik ga voor White Mare. Je gaat voor White Mare? Die lok je in? Ja. Was White King. Oké. Er is geen White King. Ja. Was er maar White King. Nou ja, als je het met W-H-I-T-E schrijft, heb je misschien wel eentje. Ja, dat had wel gekund. Okay. Ach ja. Nou, voor de koning van de lingo. Volgens mij zijn we ooit wel in deze era gekomen, maar we hebben niet zo heel veel mee gedaan. De kaijus. Dus ik heb hier super anti-kaiju War Machine Mega Dogaren. Super anti-kaiju War Machine Mega Thunder King. Radiant, de multidimensional kaiju. En super anti-kaiju War Machine Mega Radiant. Ik kan me echt niks van kaiju herinneren. Echt helemaal niks. Mijn gevoel zegt me dat Radiant wel een kaart is. Dus het zal een van die super anti zijn. Want ik neem aan dat je me gewoon aan het flashen bent. Want dat deed je de vorige keer ook met die Minerva kaarten. Welke zal het dan zijn? Mijn gevoel zegt me dat Dogaron de verkeerde is. Of de niet echte. En die lok ik in. Dogaron lok je in? Ja. Ja, jammer. Het was toch Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Radiant. Dat was mijn tweede keuze. Ja, letterlijk. Toch voor je tweede keuze moeten gaan. Ja, soms wel, hè. Nou, bij de laatste. En met deze moet ik iets context geven. Paddy vond deze heel erg smerig. Kut. Dus wat ik voor jou heb is Dark Magician Knight. Dark Magician the Dragon Knight. Dark Magician the Knight of Dragon Magic. En Dark Magician the Dragon Knight of Ancient Magic.
Nou, de bovenste twee zijn sowieso echte kaarten. Dat weet ik 100% zeker. Mm-hmm. En dan hebben we alleen nog de Knight of Dragon Magic en de Dragon Knight of Asian Magic. Nou, ik zou je één ding vertellen. Je hoeft niet te kijken naar de lengte van de tekst, want je hebt net gezien wat super anti-card war machines zijn. Ja, dat is waar. Maar wat ik wel merk, hè, is bij de ene dan heb je de Dragon Knight en de andere heb je de Knight of the Dragon. Dus ik denk dat de Knight of the Dragon Magic, dat niet echt de kaart is. Lok je die ook in? Ja, dat denk ik wel. Nou, dan eindig je toch verkeerd. Dragon Knight of Ancient Magic. No way. Die is wel vies. Nee, die is ook vies. Maar Konami heeft dat ding gemaakt. Ik had ook gewoon gezegd, The Dragon Knight of Magic. Was je ook klaar geweest, maar ja. Ach ja, nou ja. It is what it is. Volgens mij heb ik dan nu iets van 4 of 5 fout. Ja, je hebt op zich een goede score behaald. Je moet in de edit, moet ik even controleren op hoeveel, maar dat ik in de edit wel. Ik kan wel even kijken. Kijk, die had ik goed, die had ik goed. Die had ik fout. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fout. Ja. Als ik het goed heb. Nou, voor mij heb je dan alsnog beter gedaan dan met Harm met zijn Digimon. Dus ja, als je leuk lijkt om aan deze te doen, laat me weten via Discord. En ik bedank jullie voor het kijken. Ik bedank Nando voor het meedoen. Yes. En tot de volgende keer. Laters.